Vanaf 1 januari 2015 gaan Laurens en Thuiszorg Rotterdam verder als één organisatie. Samen maken we werk van passende zorg. Ook door de organisatie anders in te richten. Op een manier die past bij de wensen en behoeften van onze klanten en bij de kracht van onze medewerkers. We willen zorgen voor een gezonde organisatie die klaar is voor de toekomst. Met tevreden medewerkers en vooral ook tevreden klanten. Ouderen die we zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Straks is er rond iedere klant een persoonlijk klantteam. De samenstelling en grootte van dit team past zich aan de zorgvraag aan. De klant maakt met het klantteam afspraken over de invulling van de zorg. De individuele medewerkers en teams krijgen daarbij veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Zo is het klantteam zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de klanttevredenheid. En ieder teamlid draagt zijn steentje bij. Deze nieuwe manier van werken noemen we werken in zelforganiserende teams. Als medewerker met direct contact met klanten maak je deel uit van meerdere klantteams. Daarnaast hoor je ook bij een vast vakteam. Dat is een team van 12 tot 15 collega's die hetzelfde vak uitoefenen. Jouw vakteam valt onder één van de domeinen. Als medewerker zonder direct klantcontact zit je in een ondersteunend team. Een ondersteunend team is tegelijkertijd een vakteam met collega's die hetzelfde vak uitoefenen. Medewerkers kunnen zelf een platform starten waar ze aan de slag kunnen met de vernieuwing van hun vakgebied of waar ze nieuwe klantproducten ontwikkelen samen met andere vakgebieden. Onze zelforganiserende teams hebben geen directe leiding binnen een klantteam, maar een manager en een coach die op afstand ondersteunen. De managers vormen samen met een directeur het leidinggevend team van een domein. Zit je in een ondersteunend team? Dan ondersteun je de medewerkers van klantteams, vakteams, de platforms en het nieuwe directieteam met jouw expertise. Het nieuwe directieteam is klein en slagvaardig. De 6 directieleden zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. Eind 2014 benoemen we eerst het nieuwe directieteam. De ondersteunende teams gaan in 2015 aan de slag met de nieuwe aanpak. Tweede helft 2014 bepalen we samen hoe dit gaat. De thuis in de buurteams van Thuiszorg Rotterdam en alle zorg aan huis teams van Laurens starten eerste helft 2015 met de nieuwe manier van werken in het domein thuiszorg. De domeinen kortdurende zorg met verblijf en wonen met zorg starten in 2015 eerst met een pilot. De invoering staat op de planning voor 2016. In 2017 zijn we er helemaal klaar voor en kunnen al onze klanten rekenen op een persoonlijk klantteam. Een team van betrokken professionals dat zelf de zorg op maat organiseert. En dat kan rekenen op passende ondersteuning, een richtinggevend directieteam en platforms voor actuele kennis en inspiratie. Wat ga jij doen om dit samen tot een succes te maken? Want we organiseren het samen.